Hallo allemaal en welkom in onze strandhut. Het is vandaag de laatste mooie dag, tenminste er wordt gezegd. Of in ieder geval de laatste tropische dag. Vandaag is het echt nog 30 of zo, of niet? Ja, ik ga mijn tanden bleken. En normaal gesproken, ja, ik heb het eigenlijk maar één keer gedaan. En dat heb ik toen in de studio gedaan. Maar nu ga ik het thuis doen met hetzelfde materiaal, met hetzelfde spul allemaal. Dit. Dus ook gewoon met een ledlamp, met zo'n bitje. Precies hetzelfde, maar dan kun je het gewoon thuis doen. Dus dat is ideaal, want ja, weggaan, dat kan ik eigenlijk niet met de tweeling. Dus voor mij is dit ideaal. En als jij ook een beetje vast zit thuis, dat je moeilijk weg kan, dan is dit natuurlijk ideaal. Maar voordat ik dit helemaal aanraad, gaan we het natuurlijk wel eventjes proberen. Dus dat ga ik nu doen. En, ja, je hoort de lawaai op de achtergrond, maar ik heb nu dus een nieuwe microfoon. De laatste keer in mijn vlog zei ik dat de microfoon kapot was. Ja, het is nou zelfs zo erg dat als ik bel dat mensen mij niet eens meer kunnen horen. Dus ik weet niet precies wat het is. Maar goed, ik heb nou een microfoon gekocht voor het vloggen eigenlijk. En er zit ook zo'n, zo'n ding aan voor de wind. Dus dat is ook wel ideaal. Dus als Arnold en ik weer in de auto zitten, wat we dus heel vaak zitten, kreeg ik laatst ook te horen. Van, oh, jullie zitten weer heel vaak in de auto. Ik wil wat meer thuis zien. Nou, dat komt wel goed, maar ja, wij zitten nou eenmaal veel in de auto. Nou, in ieder geval, ik weet niet, ik spring van hak op de tak. Maar ik ga dus nu eerst eventjes mijn tanden bleken. Pak ik hem uit, valt alles eruit. Even kijken, er zit ook een kaartje bij, dat is wel mooi. Dus je kan precies zien hoeveel tinten ligt er dan. Ledlampje. Het bitje. Nou ja, en 3 keer van deze spuiten. Oh ja, wat ik nog eventjes wou zeggen. Na mijn bevalling drink ik eigenlijk koffie. En dat dronk ik hiervoor eigenlijk nooit. Ik was altijd van de thee. Maar ja, na de bevalling drink ik in één keer 's morgens standaard koffie. En dan moet ik ook echt koffie hebben. Dat is heel apart. Ik ben er ineens verslaafd aan. Maar wat ik dus merk, is sinds dat ik koffie drink, zijn mijn tanden wat, bruiner wil ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik had ze wel wat witter. Dus ja, vandaar dat het mij wel leuk leek om dit gewoon eens te proberen. Nou, we zijn nog eventjes bezig, want ik heb alles nu in elkaar. Alleen het enigste wat niet in het boekje staat, ik heb alle stappen gevolgd. Maar is hoe je dit ding erop krijgt. Want ja, dat wilde dus niet op. Maar dat is gewoon, die ding is veel te groot. Dus ik snap niet helemaal precies, ja, hoe dit nou moet. Hoe ik dus de gel in het bitje krijg nu. Ben benieuwd. Zijn die kiezen wel dagen? Ja. Die boven de 30 graden werken. Nee? Nee, dat is niet goed. Meer. Moeierin. Is het al bezig? Nou, ik heb mijn tanden dus gebleekt, het resultaat. Ja, is na 1 keer nog niet echt te zien natuurlijk. Er staat ook op dat je het gewoon net zo lang moet doordoen tot je het gewenste resultaat hebt behaald. Dus na 1 keer is het natuurlijk niet gelijk heel erg wit. Maar je gaat dat natuurlijk pas zien als je het wat vaker hebt gedaan. Dus ik ga dat deze week eventjes aanhouden. En dan ga ik de foto's daarvan, maar dat even over een week dan, ga ik eventjes delen voor en na resultaat. Dus ik ben benieuwd. Maar we zijn nu onderweg naar Venlo en daar hebben we een trouwfeest. Nou ja, en het zwembad die is tot de helft afgekomen. Volgende week zaterdag.
vandaag net voor mijn verjaardag gaan Erik en Anne verder. Maar dat is toch nog wel een heel karwei. Oh ja, ik had trouwens van de week een berichtje gelezen onder YouTube of onder mijn vlog. En daar stond van, nou ja, ik vind het hartstikke leuk altijd jullie vlogs te volgen. Maar jullie zitten altijd zoveel in de auto. En ik wil gewoon meer zien ja, van jullie. Van jullie de rest wat jullie doen. Weet je wel, van het dagelijks en zo. Ja, dat probeer ik wel. Maar het is nou eenmaal zo dat we veel in de auto zitten. Dus weekend zitten we eigenlijk alleen maar in de auto. Maar ja, door de week probeer ik dat ook echt wel. Alleen het is gewoon zo dat het heel erg druk is. Kijk, anders is aan het werk, dus ik ben alleen met Darren en Bryce. En je hebt je handen gewoon echt wel vol aan. Het is een dagtaak. En het is ja, bijna onmogelijk om dan die vlogcamera erbij te pakken en dat neer te zetten. En tegelijk met de kinderen bezig te zijn. Dus dat wou ik eventjes zeggen dat ik daar wel eventjes aan ga werken. Even wat meer van thuis. Niet alleen als we in de auto zitten. Maar weet je, dit is het moment voor rust eigenlijk voor Anna en mij. Vooral als we dan zo'n eind moeten rijden. Ja, voor Anna is het natuurlijk niet rust, want ja, hij moet ook opletten. Maar toch, weet je, je bent dan alleen even met dit bezig. En verder niks om je heen. Dus dat is ook het moment dat we eventjes bij kunnen kletsen. En ja, dat ik dus kan vloggen. Wat steek je die middelvinger nou op dan? Bijkletsen. Schreeuwt alleen maar. Ja, ik schreeuw alleen maar tegen jou. Oh! Doe normaal aan het, hè? Wat deed je eigenlijk? Hoezo ging je naar je hart grijpen? Ja. Moest je niet meer spotten? Doe maar niet. Oh, wat was dat dan? Ja, hart klopt van jou. Ah, dan zit ik wel van jou. Dus liefst schat. Kusje? Ah, nee, niet onder het rijden, hè? Ik ben met je buik echt in hè? Kom uit. En het is zo ontzettend warm. Niet normaal, man. Kijk, dat meisje die loopt daar gewoon nog in een hotpants. Nee, gewoon nog in een zomerjurkje. Maar goed, in ieder geval. We zijn eventjes bij de benzinepomp. Maar het was een mooi trouwfeest. Ging lekker. Mensen hadden het naar hun zin. Ja, dat willen we natuurlijk. Als artiest wil je gewoon dat de mensen het naar hun zin hebben. En dat hadden ze zeker. De bruid die zei van... Ja, ik had me het meest op jou verheugd. Ik bedoel, er stonden echt veel artiesten en niet de minste, zeg maar. Dat is zo leuk om te horen. Ik heb eigenlijk, namelijk, want ik keek even, omdat je mag eigenlijk niet cola en frisdranken en weet ik veel nuttiger als je je tanden hebt gebleekt. Maar ik heb dus net een Bacardi cola gehad na mijn optreden. Na optredens, dan mag het, hè. Voor mijn optredens dan drink ik nooit alcohol. Maar ik heb één keer gehad... was met een artiestenreis. En toen had ik voor mijn optreden aan had ik wat drank genomen. En toen zong ik een Engelstalig nummer. En toen dacht ik dat ik geweldig mooi zong. Zo klonk het. Ik dacht van, wow, wat ben ik goed in dreven. Weet je wel, wat klinkt mijn stem goed en het gaat geweldig. Ja, en toen hoorde ik later die filmpjes terug de volgende dag. Nou, dat was helemaal niet mooi. Ik zat er zelfs flink naast. En dat doet alcohol dus met je. Dat je denkt van, oh, het gaat vet goed. En hoor je later terug en dan was het helemaal niet zo goed. Daar heb je het over. Oh, ik vertelde net dat ik nooit drank neem voor mijn optreden. Nee. Omdat je dan gewoon ja, het niet onder controle hebt. Terwijl je kan dan denken dat je heel mooi zingt en dan is het dan niet zo. Kijk, dan was het toen omdat je zo goed je best gedaan hebt.
Oh, lekker ja. Heb je een chocolademuffin? Chocolademuffin, dat is wel. Dat zou wat zijn. Dankjewel. Of jij niet? Liefje, ja, hier ben ik helemaal gek op. Wacht even. Hier ben ik gek op. Oh. Over 300 meter voeg in op de A2. Ja. Dus, nou goed, wij gaan weer even verder. We moeten hier nog een uur en 40 minuten. Nou, oh, dan kan ik er even verder praten, ja. Maar goed, dat dus. Dat, daar heb ik mijn lesje wel van geleerd. Dacht ik dus dat ik heel mooi zong. En de volgende dag zag ik het terug en ik zat er compleet naast. Dus sindsdien, dat is echt jaren geleden hoor, dus wat 12 jaar geleden. Maar sindsdien drink ik dus nooit geen alcohol meer voor mijn optreden. Als de optredens erop zitten, nou, dan heb ik zoiets van, dan mag ik wel even een drankje drinken. Chocolademuffin erbij, nou, ik ben helemaal tevreden. Daar ben ik helemaal weer blij. Weet je wel? Wat? Dat Mac hier op die stoel, op die tafel zijn gestaan. Oh ja. Hey? Ja, dat weet ik nog wel. Goedemorgen. Hallo. Het is vandaag zondag. Mijn zus is net weg. Die past altijd op de kindjes. Of Esmee, vriendin van mij. En we gaan vandaag helemaal niks doen, lekker chill. Tenminste, dat had ik gezegd, maar ik heb alweer van alles gedaan. Ik speel me alweer te pletten. Ik ben gewoon bezig in het huis geweest, ben ik eigenlijk altijd wel. Ik heb dat achter mij dan net uitgepakt. Ik ben deze winkel weg, super tof. Doe ze allemaal zelf maken. Maak ze allemaal zelf. Gewoon weer dingetjes aan het veranderen in de kast, andere accessoires erin zetten. Nou ja, snel de was gedaan. En ja, maar verder ga ik gewoon helemaal niks doen hoor vandaag. Want Formule 1 komt straks. Vakantie geweest natuurlijk. Vandaag de eerste race. Dollar, hou zo! Hey, hou! Anders wordt prijs wakker. Dus Formule 1 en verder eigenlijk helemaal niks. Ik heb lekkers gekocht. Ook lekkere Bailey's. Normaal drink ik Bailey's chocolade gewoon, de gewone. Maar ik heb nu Bailey's fruit. Ik ben wel heel benieuwd. Ik heb nog nooit gehad. Ik dacht van, gisteren was het natuurlijk super warm toen ik die Bailey's kocht. Ja, dan is het natuurlijk heel erg lekker met ijsklontjes, lekker ijskoud. Maar het is nu heel ander weer als gisteren. Maar goed. Ik ben nu heel warm doordat ik druk ben geweest in het huis. Dus het is wel lekker om nou zo even mijn Bailey's te nemen. En ik zeg goedemorgen, maar het is ondertussen alweer 1 uur hoor. Maar ja, de ochtend vliegt zo snel voorbij eigenlijk. Ik begin met de flesjes en dan verschonen en wassen. En dan eventjes speeltijd. Hè, dat ik even met ze speel. Nou, mijn zus was er natuurlijk net, dus even wat langer als normaal. Nou ja, en daarna krijgen ze een broodje, dus ben je daar weer eventjes zoet mee. Nou ja, vervolgens weer verschonen. Nou ja, dan heb ik eventjes een anderhalf uurtje voor mezelf. Dus ja, dan doe ik altijd de dingetjes in huis. En ja, dan krijgen ze nu alweer warm eten om 1 uur. Dus ja, die ochtend die vliegt eigenlijk voorbij. Hij staat al op zijn knietjes weer. Oeps. Darren die kan al echt op zijn knietjes staan en zich naar voren bewegen op die manier. Dus dan duurt het niet lang dat Brijs zijn broertje het nadoet. Leuk om te zien is dat. Dat ze echt op elkaar letten. En als de ene lol heeft, dan heeft de andere blijkbaar ook ineens lol. Want die lacht gewoon mee. Omdat hij natuurlijk zijn broertje ziet lachen. Dus dat is echt heel schattig. Maar met huilen is dat gelukkig niet zo. Dat de ene helpt en dat hij dan kijkt en dat die andere ook begint te huilen. Heel soms is dat zo. Maar goed, ik ga eens even kijken wat de ander aan het doen is. Want volgens mij had hij het erover dat een slang lekt. Van de pomp van het zwembad. Dus die balde alweer. Even kijken wat hij aan het doen is. Nou, ik kan hem dus nergens vinden, maar hij zet wel gewoon eieren op en vervolgens gaat hij weg. Volgens mij is hij bij de buurman. Die eieren die spat zwart uit elkaar. Even zacht te zetten. Even kijken of hij buiten is.
Oh, daar ben je. En? Hè? Ja, wat PVC-buizen, maar wat zijn dit voor buizen dan? Nou, Arnold is dus bezig met die buizen. Goddomme, is die hond weer weg? Ja, Arnold! Hij is weer voor! Oh nee, oh shit, kinderen wakker. Hou eens op, joh! Wat is het nou? Er zit toch niks aan, man? Hou op, hè, Dolle? Nou, zullen we maar naar buiten? Dat doen we. Darren die wil zelf dat ding vasthouden. Die selfie stick. Gaan we naar buiten? Gaan we eventjes naar de deur? En daar is jouw speelkarretje. Dan de volgende. Hé, kijk eens, daar is jouw broer. Daar is jouw broer. Wat zie jij, Dollar? Wat zie jij, Dollar? Wat zie jij, Dolly? Dollar, hè? Is ook bijna jarig, hè? Wordt alweer 11. Niet normaal. Nou, Formule 1, dat was heel kort. De start ging helemaal verkeerd. Niks aan. Nou, dan kan de televisie uit. Nou is het voorbij. Er is niks meer aan. Wat een stomme start. Zielig voor al die Nederlandse fans daar in België. Hele tribune vol. Dat is balen, zeg. Kijk die Mac bij het zwembad dan. Ja? Je probeert steeds die selfie stick af te pakken. Zeg maar, hallo mensen, hallo. Ja, ze waaien. En dan wil hij weer die selfie stick pakken. Hallo. Ja, nou lieve mensen, ik zeg tot volgende week. Ciao.